dit is Papa Alfa 0 Eco Tango Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 10 november 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. Onder de uitzending van vandaag zit opnieuw data met dezelfde instellingen als de afgelopen dagen. Ik meld de komende tijd niet meer uitgebreid de gebruikte modus en instellingen voor de data-uitzending die onder de spraak zit. Dat doe ik alleen nog bij veranderingen. De gebruikte instellingen zijn wel te vinden bovenaan pa0ete.nl. De frequentie is vandaag 355 hertz. Verder zijn er kleine wijzigingen aan de instellingen ten opzichte van gisteren. Er zit op de WRC15-conferentie in Genève nog niet veel schot in de zaak voor wat betreft een wereldwijde toewijzing voor 5 MHz voor de zendamateurs. De tegenstanders hebben het segment door grote druk uit te oefenen nu teruggebracht tot een bandje van 15 kHz. Bij zo'n klein bandje zijn de paar tegenstanders die er ook nog zijn wel bereid om amateurs op 5 MHz toe te staan. Het lijkt erop dat zo'n bandje er vrij waarschijnlijk wel zal komen. Je weet nooit wat er verder natuurlijk nog gebeurt. Hopelijk weten de amateurdelegaties er daar nog wat meer uit te slepen. Gesteggeld wordt er nu vooral over het zendvermogen. Moet dit ERP zijn of PEP zenderoutput? Meer consensus is over twee andere banden, 50 MHz en een geharmoniseerde 160 meter band. Het segment dat Nederland nu heeft is kleiner dan in een aantal andere landen, op 160 meter bedoel ik dan. En daardoor zijn de Nederlandse amateurs op die band in het nadeel. Voorstel is dat er een band komt van 1800 tot 2000 kHz. Een project om in Duitsland een netwerk van meerdere web-SDR's volgens een eigen concept op te zetten onder auspiciën van de DARC draait op volle toeren. Momenteel wordt er nog gewerkt aan de firmware, wat tegelijkertijd wordt gemeten aan de eerste in serie gebouwde hardware. Binnenkort volgt er een artikel in CQDL over dit project onder de naam DARC Web-SDR. In 2014 werd dit project door 589 DARC-leden van de benodigde financiering voorzien. De overige kosten worden door de Duitse amateurvereniging afgedekt. Uit een duizendtal mogelijke locaties werden er uiteindelijk 15 locaties in de gehele Bondsrepubliek uitgezocht waar ontvangers zullen worden geplaatst. Ja, en verder is het triest nieuws voor de liefhebbers van videoopname. Sony maakte onlangs bekend te zullen stoppen met de verkoop van Betamax-cassettes. Ja, je hoort het goed. Cassettes voor het videosysteem, dat het ooit van V2000 won, maar dat van VHS verloor. En ze zijn nog steeds te koop. Sony stopte al in 2002 met de productie van de cassettes, maar beschikte toen kennelijk nog over zo'n voorraad dat ze daar tot nu toe mee toe konden. Het artikel hierover is te lezen op The Verge, maar ook in het Nederlands op webwereld.nl en tweakers.net. Contestia, de modulatiesoort waarmee ik de data onder deze uitzending verstuur. Contestia is een datamodus die direct is afgeleid van Olivia. Contestia is minder robuust dan Olivia, maar ruwweg tweemaal zo snel. De verhoogde snelheid wordt onder andere bereikt door een kleinere karakterset te kiezen. Zo kun je met Contestia alleen hoofdletters versturen en geen kleine letters. Hiervoor wordt een 6-bit code gebruikt, terwijl dat bij Olivia een 7-bit ASCII code is. Olivia, waar Contestia dus van is afgeleid, is zoals veel van deze modus een MFSK-mode. FSK met meerdere toonfrequenties, zeg maar. De communicatie met Olivia bestaat uit twee lagen. De onderste laag daarvan bevat de modulatie en de forward error correction, bestaande uit klassieke MFSK. Forward error correction houdt in dat er getallen worden meegestuurd waarmee de gegevens als deze onderweg verminkt raken, bij ontvangst kunnen worden gerepareerd. De bovenste van de twee communicatielagen bevat een extra forward error correction gebaseerd op Walsh-functies. Voor wie het nog kan en wil volgen, voor de tweede FEC-laag wordt elk ASCII-karakter gecodeerd als één van 64 mogelijke Walsh-functies, oftewel vectoren, in een Hadamard-matrix. Aan de ontvangerzijde wordt de amplitude gemeten voor alle 64 vectoren en via Hadamard-transformatie wordt daar dan de beste kandidaat uitgekozen. Het Koninkrijk van North Dumpling Island. De Segway is een step met de wielen naast elkaar. Een bestuurderscomputer zorgt er tezamen met een systeem van gyroscopen door middel van de aandrijfmotoren voor dat het wagentje in evenwicht blijft, zelfs bij stilstand. Door enigszins voorover te leunen ga je vooruit. Hetzelfde geldt met de bijbehorende leunrichtingen voor bochten naar links en rechts en voor achteruit rijden. Waarschijnlijk zullen we ondanks de hoge prijs van 5000 euro toen ik dit verhaal schreef nog veel van het wagentje horen. Bedenker van de Segway is de Amerikaanse ondernemer en uitvinder Dean Kamen. Kamen is een kleurrijke figuur en zoals wel meer rijke bekende personen kocht hij begin jaren 90 zijn eigen eiland.
Hij ontdekte het 8000 vierkante meter grote North Dumpling Island in de staat New York, dat voor de kust van de staat Connecticut ligt. Tijdens een van de helikoptervluchten, zoals hij die in die tijd wel vaker hield, landde er en vroeg de bewoners vervolgens hoeveel zij voor het eiland wilden hebben. Bij de koop werd kennelijk bedongen dat de bewoners op het eiland zouden mogen blijven wonen, want dat is wat er gebeurde. In 1992 wilde Cayman zijn elektriciteitsrekening op het eiland wat verlagen door een windmolen bij zijn verblijf te plaatsen. De staat New York wilde echter niets van die bouwplannen weten. Cayman nu deed iets hoogst ongebruikelijks. Hij scheidde het eiland van de Verenigde Staten af en tekende met zijn beste vriend George Bush, toen president van het land, een niet-aanvalsverdrag. Zo ontstond het koninkrijk North Dumpling Island met North Dumpling Dean Cayman als staatshoofd. De staat New York echter wilde het er niet bij laten zitten en stuurde een inspecteur bouw- en woningtoezicht naar het eiland. Het koninkrijk, tussen aanhalingstekens, deed echter alles om de voorwaarden voor dit bezoek naar eigen hand te zetten. Zo moest de boot met de inspecteur aan boord eerst toestemming vragen om de territoriale wateren van het eilandje binnen te varen. Er moesten alle wapens aan boord van de boot blijven, omdat volgens het woordgrapje "visitors can bear legs, but can't bear arms" bezoekers weliswaar hun benen mochten ontbloten, maar geen wapens mogen dragen. Verder was een visum nodig dat afhankelijk van het geslacht van de bezoeker werd afgestempeld met bozo, idioot of bimbo, slet. Toen de inspecteur vervolgens het huis van Cayman binnen wilde gaan om de vanaf de windmolen binnenkomende elektriciteitsleidingen te inspecteren, zei Cayman dat dit een staatsgeheim betrof en dat het dus niet mogelijk was, waarop de inspecteur vertrok. Tot op de dag van vandaag voorziet de windturbine de bewoners van het eiland dus van stroom. Het eilandstaatje heeft, zoals de meeste micronaties, een eigen muntsoort, de dumpling. In de VS betaalt Cayman soms contant met dumplings. De financiële stabiliteit van de munt is gegarandeerd door het vermogen van Cayman zelf. De munt is niet gekoppeld aan de goudstandaard, maar volgens Lord Dumpling aan die voor consumptie-eis, vermoedelijk ingegeven door zijn vriendschap met Ben & Jerry, oprichters van Ben & Jerry's ijs. Zolang we de standaard onder de 32 graden Fahrenheit, dat wil zeggen 0 graden Celsius, houden, is die keihard. Behalve een regering beschikt het koninkrijk van North Dumpling Island over een gewone US kustwacht onderhouden vuurtoren en een replica op schaal van het Engelse Stonehenge. Zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.